Mijn naam is Arjen Hoekstra en ik ben logistiek manager bij Bakker Transport en Warehousing in Heerenveen. Mijn naam is Anne Bakker. Ik ben oprichter van Bakker Transport en Warehousing hier in Heerenveen. Onze onderneming die ontzorgt onze klanten van haar logistieke activiteiten. Dus onze onderneming neemt alle logistieke activiteiten van onze opdrachtgevers uit handen. Voorbeelden zijn is dat we voor een aantal productiebedrijven zowel hun grondstoffen als halffabrikaten vanuit de hele wereld hier verzamelen in Heerenveen. Just in time op de fabriek aanleveren. De producten worden geproduceerd bij die fabrieken. Het gereed product wat ze uiteindelijk maken, komt hier terug. En onze export voor onze klanten is naar 80 landen over de hele wereld. Nou, we zijn vooral innovatief dat we investeren in de meest moderne technieken. We investeren in technieken om zoveel mogelijk kubieke meters te benutten om, voor onze voorraadruimtes. We investeren in nieuwste technieken qua materieel. Alternatieve brandstoffen bekijken we. In onze warehousing investeren we in technieken voor ons interne transportmateriaal. Dat we daar met bijvoorbeeld nieuwe batterijen rijden die veel sneller laden. Beter benut kunnen worden daardoor, waardoor we ook minder interne transportmateriaal nodig hebben. Wij zijn ook inventief op het gebied van technische ontwikkelingen. Zo zijn wij altijd bezig met wat u hier achter ons ziet, de rijdende stellingen, dat we keer zoveel product op kunnen slaan in dezelfde kubieke meters. Verder zijn wij op het gebied van transport ook zeer inventief op dit moment bezig met de CO2-koeling die de dieselmotor vervangt. Geheel geluidloos is, heel belangrijk voor ons voor de 24 uur distributie. En wij weten kansen te creëren door veranderende markt, omdat onze markt constant verandert. Dus dat zit wat in onze DNA. Wij zijn als onderneming al een paar keer veranderd. Wij waren een aantal jaar geleden nog echt lange afstandsspecialist. Wij opereren bijvoorbeeld nu alleen nog maar in de regio. We zagen vooral concurrentie opkomen door de Oost-Europese landen in transport. Dus daar hebben we ons helemaal op aangepast dat we juist hier in de regio opereren. We zitten in een markt in de levensmiddelen waar constante eisen op voedselveiligheid en kwaliteit veranderen. Waar we snel op kunnen inspelen en veranderen. De tip die ik mag meegeven voor andere ondernemers: ben dagelijks met je bedrijf bezig. Wees innovatief. Ga verder in de duurzaamheid. Dat wordt de toekomst.